Sí. Hey. Goedenavond, dorpsgenoten. Hartelijk welkom bij de Volkskerstzangdienst van 2020. Mijn naam is Bart Diemer, ik ben predikant hier in de Maranatha-kerk en ik zal u vanavond voorgaan in de dienst. Zoals u ziet is de kerk helemaal leeg. Raar, zo'n lege kerkzaal. En dat helemaal op kerstavond, de avond dat normaal gesproken ieder jaar opnieuw deze kerk stampvol zit. Helaas is ook vanavond duidelijk te merken dat we te lijden hebben onder het coronavirus. En is dit een van de vele dingen waar we met elkaar een streep door moeten zetten. We hadden in de planning dat vanavond Wilhelmina ons muzikaal zou gaan begeleiden. Maar door de lockdown is het opnemen van Wilhelmina helaas de mist ingegaan. Gelukkig kunnen we vanavond wel iets van Wilhelmina horen. We zijn het verleden ingedoken en hebben uit het archiefmateriaal een aantal mooie muziekstukken rondom kerst kunnen opdiepen. Wat wel is gelukt, is om afgelopen week een aantal opnames te maken van de herenzangers. Zij zijn in de Martiriakerk bij elkaar gekomen en hebben een zestal liederen opgenomen die ons in ieder geval het kerstgevoel gaan brengen vanavond. We gaan nu voor het eerst luisteren naar Wilhelmina. Thank you.
Na 4 weken van Advent breekt in deze nacht het licht van Kerst door. We maken ons vanavond klaar om het Kerstkind in ons midden te verwelkomen. De brandende kaarsen vertellen ons dat Jezus het licht is voor deze wereld. Hij is gekomen voor alle mensen om in donkere tijden tekens van hoop op te richten. Hoop op andere tijden. Hoop op een wereld vol liefde en vrede. In de donkere wereld is het licht der lichten opgegaan. Laten wij ons vanavond verzamelen rondom dat licht. We luisteren naar de herenzangers die het lied gaan zingen Komt allen tezamen. Het is donker in de wereld.
Dit jaar is dat nog meer zichtbaar in ons deel van de wereld dan anders. We worden geconfronteerd met een virus dat mensen op afstand plaatst van elkaar. Angst voor een onzichtbare vijand houdt de wereld in de greep. En op die angst wordt heel verschillend gereageerd. Arme regering die maar moet proberen om het voor iedereen zo goed mogelijk te doen. Ik ben blij dat ik niet in hun schoenen sta. Maar toch is in deze donkere tijd de kerstkaars aangestoken. Het teken van Gods licht en hoop schijnt ons in het donker tegemoet. Wij die het zien, worden opgeroepen om zelf ook een rol te spelen in het verspreiden van het licht. Dat doe je door vanuit liefde je leven te leiden. Om een ander te vergeven als hij soms iets stoms doet. En door elkaar te helpen, ook wanneer het een lastige tijd is voor iedereen. Meedoen met Gods licht. Dat is het ware feestvieren in het donker. Want wie geeft, ontvangt. Wie vanuit liefde leeft, komt nooit bedrogen uit. Yeah.
Laten we bidden. Heer onze God, we zijn als dorpsgenoten vanavond digitaal bij elkaar gekomen om samen het feest van Kerst te gaan vieren. Wat super raar is het om niet fysiek samen te zijn en samen te zingen, te kunnen kletsen en te kunnen luisteren naar live muziek. Het coronavirus, wat ons sinds maart bedreigt, houdt ons al zo lang in de greep. En het gaat steeds zwaarder vallen om hier met elkaar het hoofd bij boven water te houden. En daarom, Heer, vragen wij vanavond of u desondanks ons wil helpen om Kerst toch een feest te laten zijn. Om toch manieren te vinden met elkaar om het toch gezellig te hebben. Om ons toch te verwonderen over dat wonder van Kerst. Het wonder van uw liefde voor ons mensen. Heere God, laat u vinden door ons. Inspireer ons om liefdevolle mensen te zijn. Gebruik ons om de donkerheid van deze tijd te verdrijven met het licht van de hoop. Amen. Ieder op wacht.
Ik kan niet meer spreken van het grote geluk. Uw naam is vergeten, uw wereld is stuk. De vrede geschonden, de landen verscheurd. Ik huiver bij wat er hier dagelijks gebeurt. De honger, de wanhoop, de haat en de dood regeren de wereld, hun macht is zeer groot. Ik kan niet meer zingen, mijn lied is verstomd. Mijn hart is vol angst voor het lijden dat komt. O God, scheur de hemel en daal tot ons neer en leer ons de boodschap van Bethlehem weer. Dat Gij in uw liefde wou delen ons lot. Leer ons weer te zingen, het ere zij God.
Lucas 2. In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het Rijk zich moesten laten inschrijven. Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. Jozef ging van de stad Nazareth in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Bethlehem heet, aangezien hij van David afstamde, om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was. Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad. Niet ver daar vandaan brachten herders de nacht door in het veld. Ze hielden de wacht bij hun kudde. Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door het stralende licht van de Heer, zodat ze hevig schrokken. De engel zei tegen hen: "Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen. Vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de Messias, de Heer. Dit zal voor jullie een teken zijn. Jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt." En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God prees met de woorden: "Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die hij lief heeft." Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar: "Laten we naar Bethlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt." Ze gingen meteen op weg en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak lag. Toen ze het kind zagen, vertelden ze wat hun over dat kind was gezegd. Allen die het hoorden, stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden. Maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken. De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies zoals het hun was gezegd. Oh.
Beste dorpsgenoten, we hebben net het kerstevangelie horen voorlezen uit de Bijbel. Er werd gesproken over herders die 's nachts de wacht hielden over hun kudde. Over engelen die stralend aan de hemel verschenen. En hoe Maria en Jozef in de stal midden in de nacht opeens onverwacht kraambezoek kregen. Kerst, lieve mensen, is een nachtfeest. Zowat alle andere feesten vieren we overdag. Verjaardagen, jubilea, Koningsdag. Maar vandaag is het een nacht die we vieren. Een heilige nacht. De nacht heeft vele gezichten. Een nacht is niet alleen maar een tijdsperiode waarin je slaapt. En dat merk je vooral 's zomers. Ik kan er zelf erg lang van genieten dat het dan lang licht is en het pas heel laat gaat schemeren. Op vakantie op de Schelling loop ik dan vaak nog heerlijk langs het strand. Of zoek wat vrienden op om even in de tuin een lekker biertje mee te drinken. 'S winters wordt het buiten koud en voelt het dan binnen lekker warm aan. De verwarming staat hoger. Je gaat slapen als je moe bent. En je fluistert aan elkaar in het donker dan nog even hoe je dag is geweest. In het donker, in de nacht, ga je als vanzelf anders praten dan overdag. Je doet automatisch wat zachter, ongeacht of iemand je zou horen of niet. Fluisteren hoort bij de nacht. Het ademt iets van intimiteit en vertrouwelijkheid. Toch is de nacht niet altijd mooi of leuk. In een vreemde stad, op een vreemd station, kun je je als mens opeens onbehaaglijk en onheimisch voelen. En met de auto onderweg, rijdend door de landweggetjes van het hoge land, hoop je in het donker snel weer thuis te zijn. 'S nachts hebben niet alleen kinderen vaak angst. Want alle geluid klinkt harder. Een deurbel heeft veel meer impact. De telefoon laat veel meer indruk achter. En sowieso vraag je je dan opeens af wie er 's avonds laat nog op je stoep staat of aanbelt. Als je wel eens door periodes van slapeloosheid bent heengegaan, weet je als geen ander hoe minuten en uren kunnen uitdijen tot een kleine eeuwigheid. En hoe kwellend langzaam de secondewijzer op een horloge zijn weg gaat. De nacht kan dus soms ook een hele vervelende, eenzame tijd zijn. De nacht kan ook een zware tijd worden. Als de slaap niet komt, kunnen je gedachten met je op de loop gaan. Ontstaan toppende gedachtes en vaak gepieker. 'S nachts worden de problemen van de dag opgeblazen tot grote proporties en gaan niet goed meer weg. Zorgen stapelen zich op. Ik stel me de vaders en de moeders voor in de vluchtelingenkampen in deze wereld, die wanhopig proberen aan hun kinderen geborgenheid en bescherming te bieden. Wat zullen zij vaak moeilijke nachten moeten doorstaan? Angstdromen hebben over mensen die elkaar haten en elkaar willen ombrengen. De wereld staat nooit stil. De gevechten houden nooit op. En zo kan de nacht ook tot een symbool worden. Wordt het een teken voor alles wat donker en droef is in het leven van mensen. Voor dat wat angst veroorzaakt. Voor zwarte, uitzichtloze situaties waarin je terecht kunt komen. Niet voor niets is zwart kijken een ander woord voor pessimisme. En niet voor niets bidden we in de kerk vaak genoeg of God ons nabij wil zijn wanneer over ons komt de nacht van twijfel en aanvechting, de nacht van de strenge, bittere dood. En dan hoor je vanavond in de kerstnacht in de kerk vertellen
Precies hierin, in deze donkere nacht, wordt het kind geboren. Juist ook in deze symbolische donkerheid van de nacht wordt het kind in de stal geboren, midden in de winternacht. In een voor Jozef en Maria onbekende stad op een heel ongelukkig tijdstip. Ze hebben hun kind maar in een stal, in een voerbak, in een kribbe neergelegd. In dit nachtelijke uur zijn alleen nog maar een paar herders in de buurt die bezig zijn hun kudde te weiden. Al te romantisch moet je dat herdersleven je trouwens niet voorstellen. Herders waren hele eenvoudige mensen, maar al te vertrouwd met beide kanten van wat de nacht betekent. Aan de ene kant kenden ze het gevoel buiten te zijn in de vrijheid, alleen met hun dieren en de sterren. Maar aan de andere kant wisten ze ook hoe hard en hoe koud het aanvoelt op de grond om op te liggen. En hoe in de nacht wolven schapen besluipen. En hoe mensen met grote geslaagde carrières overdag neerkijken op hen die het vuile werk moeten doen als anderen slapen. Juist die herders, deze nachtmensen, zijn de eerste die iets op het spoor komen van Gods kind in de stal. Ze worden verrast door een koor van hemelse engelen die zingen over Gods eer in de hoge en over God die zijn kind midden in de nacht onder de mensen geboren laat worden. Dat kan geen toeval zijn. God die zich in de nacht openbaart. Gods zoon die als eerste door een stel herders wordt gezien. Dat is iets totaal ongewoons. En dan wordt zomaar ineens die nacht getekend als het tijdstip en de plek waar God wil zijn. Ook de nacht. Juist de nacht. En daarom vieren wij de heilige nacht als de meest bijzondere nacht van al die andere nachten van het jaar. De nacht is opeens een heilig moment geworden, omdat er opeens midden in die nacht bij de herders een fel stralend licht verscheen dat de duisternis helder maakte als de dag. Er klonk prachtig engelengezang dat de stilte van de nacht verdreef door te zingen over vrede op aarde en Gods liefde voor alle mensen van goede wil. De herders zagen opeens bij elkaar hoe de heerlijkheid van de Heer als een krans om hun hoofden heen straalde. Ze begonnen snel te lopen en vonden alras Jozef, Maria en het kind. Ergens achteraf in een schamele, eenvoudige stal, midden in de nacht. Zo wordt het kerstverhaal verteld, ieder jaar opnieuw. En ook nog verfilmd en nagespeeld in toneelstukken of musicals. Al die verhalen en liederen vertellen steeds opnieuw weer dezelfde boodschap. Onder welke omstandigheden God als mens naar de aarde komt. Hoe God in Jezus ons mensen heel dichtbij wordt. Hij treedt in ons leven binnen met de bedoeling om in alles ons heel dichtbij te zijn. Niet alleen op die vrolijke, lichte dagen, maar ook juist in de donkere, angstige nachten. Kerst. Het is een gebeuren van bijzondere aard. Sowieso al door alles wat er in deze nacht is geschied. Maar daarnaast ook omdat er een boodschap in zit die boven dat gebeuren zelf uitwijst. Het kerstgebeuren laat namelijk ook zien hoe Jezus het later, als hij groot is geworden, zal gaan doen. Zoals Jezus is geboren, zal hij later ook gaan leven. Als je verder bladert in de Bijbel, ga je lezen waar Jezus allemaal is te vinden. Bij armen, lammen en blinden. Bij tollenaars, hoeren en moordenaars. Dus bij mensen
die niet bepaald aan de zonnige kant van het leven verkeren, maar ergens leven in de schaduw, in het donker. En de woorden die Jezus tegen hen gaat zeggen, zijn juist bedoeld voor die mensen. Jezus zegt tegen hen: ik ben het licht van de wereld. Geloof in mij en je zult niet meer in de duisternis zijn. God als mens werd in een stal geboren, midden in de nacht. Het was de nacht der nachten, een heilige nacht. Midden daarin is het licht opgegaan. Het kerstevangelie vertelt ons hoe God een bijzondere nacht heeft uitgezocht om op de wereld te komen en mens te worden. En de engelen zeggen het aan de herders, en die vertellen het weer overal onderweg. En zo gaat het kerstverhaal verder, ieder jaar weer een stukje verder in de tijd. Dit jaar mag je het kerstverhaal zo met je meenemen. Wij hebben in de nachten, de donkere tijden en de nachtelijke emoties niet alleen maar uit te zitten. Maar de heilige nacht belooft ons ook dat wij op God mogen vertrouwen. Dat Hij een Heer is die in deze nacht is gekomen en het licht in deze nacht heeft laten schijnen. Waarschijnlijk hebben de herders dat toen ook ergens bij hun van binnen gevoeld, toen ze gingen zoeken naar een stal en daar het kind vonden. Ik stel me voor dat ze daar zo met elkaar wat onbeholpen en onbehouden hebben staan feliciteren in de stal. Het was met elkaar erg klein en nauw waarschijnlijk. Ik stel me zo voor dat zich door hun benen heen een paar schapen naar binnen hebben gewrongen. En de herders weten ook niet goed wat ze met hun handen aan moeten. En hadden ze eigenlijk ook geen kraamcadeautjes moeten meenemen. En ik stel me voor dat Maria op dit moment haar loflied gaat zingen. Het kind lijkt de stem en de inhoud vertrouwd toe. Ik prijs de Heer met mijn hele hart, zingt Maria. Ik kan mijn blijdschap niet op. God, mijn redder, heeft aan mij gedacht. En ik ben maar een hele gewone vrouw. Nu zullen de mensen altijd en overal zeggen dat ik bevoorrecht ben. Die herders daar in de stal neurien je wat mee. Het klinkt een beetje als een wat onbeholpen Gloria in excelsis Deo. En dan zingt Maria als jonge moeder verder. De machtige, heilige God heeft grote dingen voor mij gedaan. Hij is altijd goed voor mensen die ontzag voor hem hebben. Hij heeft laten zien hoe groot en hoe machtig hij is. Hij heeft hoogmoedige mensen in verwarring gebracht en vorsten van hun troon gestoten. Maar gewone mensen worden door hem op een voetstuk gezet. De herders in de stal zijn opgehouden met meeneurien. Ze zijn verbaasd in stilzwijgen vervallen. Dromen ze? En verder zingt Maria. God heeft hongerige mensen overladen met het goede en rijke mensen met lege handen weggestuurd. God heeft naar zijn volk omgezien. Na deze bijzondere lofzang van Maria schuiven de herders aan voor iets wat lijkt op koffie en beschuit met muisjes. In hun geval delen ze samen van de dingen die ze hebben meegenomen. Wat brood uit Jozef zijn knapzak. Wat vijgen uit de zadeltas van de ezel. Wat water uit de veldflessen van de herders. Het kind ziet deze mensen met elkaar eten van dit wonderlijke feestmaal. Hij weet dat er nog vele nachten zullen komen waarin hij ook dicht bij mensen zal moeten zijn. Nachten die door zijn komst een stukje lichter zullen vallen. Vandaag is het een stille nacht, een heilige nacht. Amen.
Eén ster maakt de lucht minder dreigend. Eén kaars maakt de nacht minder zwart. Eén hand maakt de weg minder eenzaam. Eén woord maakt de dag minder stil. Eén vonk kan het begin van nieuw vuur zijn. Eén noot het begin van een lied. Eén kind het begin van een toekomst. Laten we samen bidden. Trouwe Vader in de hemel, wij danken u voor de grote gebeurtenis van kerstavond, dat een kind ons is geboren. Wij danken u dat niet de grote en de machtigen van de aarde hem het eerste te zien kregen, maar dat juist de onaanzienlijke herders dat wonder in de kribbe hebben mogen aanschouwen. Dank u, Heer, dat u niet kijkt naar wat mensen belangrijk vinden,
maar dat u uw eigen manier hanteert om naar ons mensen om te zien. U kijkt bij ons naar binnen. U ziet en weet wat er in ons hart leeft. U weet dat er dingen zijn die ons soms angst aanjagen en onzeker maken. Nu misschien nog wel meer dan anders. Maar ook leven er in ons hart dingen waar we in ons leven blij over mogen zijn. Heer, wij bidden u. Bestraal ons met het licht dat vanuit de kribbe ons tegemoet schijnt. Laat ons hart zacht worden en een vruchtbare plek waar mooie dingen tot bloei kunnen komen. Zaken die zijn aangeraakt door uw liefde. Help ons om de basis van ons bestaan op u te funderen. Maak ons blije mensen. Laat uw Zoon ook in ons hart, in ons leven worden geboren. Kijk zo naar ons bestaan. Zie naar wat ons blij maakt of ons hart met zorg vervult. Hoor naar ons als wij in een moment van stilte ruimte geven aan wat in onze gedachten leeft. Heere Jezus, wanneer ik tot uw kribbe nader, kom ik dan binnen bij u of komt u binnen bij mij? Wanneer ik tot uw kribbe nader, breng ik dan geschenken mee of is het juist andersom? Wanneer ik tot uw kribbe nader, blijf ik dan even maar om u te laten rusten? Of ga ik juist weer uitgerust op pad? Wanneer ik tot uw kribbe nader, weet ik wat u te wachten staat. Weet u wat mij te wachten staat? Wanneer ik van uw kribbe wegga, achterwaarts om u nog lang te zien, laat ik de staldeur op een kier staan. Een streep verblindend licht vanaf uw kribbe markeert de weg waarop mijn voeten gaan. Een pad van zekerheid. Een weg van vrede. Amen. Oh.
We zijn nu aan het einde gekomen van deze Volkskerstzangdienst 2020. We gaan niet zonder de zegen van de Heer de kerstnacht in. Ik zal u weer even uitgeleide doen en dan bij de deur u de zegen meegeven. Ontvang de zegen van God. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God, onze hemelse Vader, de trouwe steun en nabijheid van zijn Heilige Geest, is en blijft met u en jullie allemaal. Amen.